Keeper blijft staan. Vertrouwd op... Als Oranje speelt zijn de straten leeg en de kroegen vol. Maar hoe zit dat als je moet werken? Het Nederlands elftal speelde vandaag haar eerste WK-wedstrijd tegen Denemarken. En bij sommige bazen heb je dan gewoon pech. Andere werkgevers houden wel rekening met het oranje gevoel van haar werknemers. Zoals bij de VND. Die had voor haar personeel een speciale regeling getroffen. Wij hebben een goede regeling, goede afspraken gemaakt met onze mensen, de echte fanaten. Die zitten vandaag thuis. Die hebben ervoor gekozen om het thuis te vieren. En we hebben een regeling getroffen met onze medewerkers die vandaag werken. Zodat ze in ieder geval een groot deel van de wedstrijd kunnen zien. Het was natuurlijk wel duidelijk welke helft het meest bekeken zou worden. Ik denk de tweede dan. Weet je, dat is toch de belangrijkste. En de eerste, dat is toch wat afzien en zo. Dus ik denk dat we straks over een uurtje of twee, drie naar pauze gaan. Ik denk de tweede helft. Waarom? Ja, de spannende. Duo, het voormalige IBG, had het weer anders geregeld. Daar kon al het personeel in de kantine op grote televisieschermen de wedstrijd volgen. In beide kantines hebben we televisies staan. Hier staan er twee en in de andere kantine staat één. Grote beeldschermen. En mensen kunnen daar, als ze willen, de wedstrijd bekijken. En daar zal ook wel heel veel animo voor zijn, neem ik aan. Ik denk het wel redelijk. Ik denk dat medewerkers hier zijn, net als andere Nederlanders, de meesten zullen er wel geïnteresseerd zijn. Of iedereen gaat kijken, dat weet ik niet. We hebben ook de afspraak gemaakt dat mensen die de wedstrijd willen bekijken, gewoon het zij wat eerder beginnen, het zij wat langer doorwerken of gewoon echt vrij voornemen. In ieder geval een overleg met managers bijvoorbeeld, zodat het geen problemen oplost. Je krijgt niet echt vrij daarvoor, je mag de wedstrijd bekijken, maar je moet het wel inhalen. Na de 2-0 winst op Denemarken konden alle werknemers met een goed gevoel weer aan de slag.